Kennis io della bella che ne ho bisogno come il pane che da bambino l'ho imparata senza che ne sentissi era negli occhi di chi mi ha cresciuto nell'aia in casa. Nauwelijks een jaar geleden, om en nabij, publiceerde Asi Sainan, Keklik Yücel, editor Stowe en ik een betoog voor een links dat weer trouw is aan haar progressieve, vrijzinnige en seculiere wortels. De weerklank die daarop kwam, die was zo groot dat het voor ons al vrij snel duidelijk werd dat het niet bij een eenmalige publicatie kon blijven. En vandaag presenteren we ons eerste eigen event, waar we zelf het thema bepalen en in gesprek gaan over individuele vrijheid en onderwijs. Ik vind Vrij Links interessant omdat ze proberen te stappen in het debat wat volgens mij op de progressieve kant van het politieke spectrum wel eens wat wordt veronachtzaamd. Namelijk dat je en inclusief kan zijn en zegt van iedereen hoort erbij. En dat je niet in een soort van nare mensen wegzetten, islamofobie en dat soort zaken trapt. En tegelijkertijd niet je scherpte verliest op dingen die niet goed gaan. Ik heb gezien dat het niet meer vanzelfsprekend is om als linkspoliticus te staan voor vrijzinnigheid, voor progressieve waarden. We streven naar gewetensvrijheid, vrijheid van levenspad en vrijheid van liefdespad. Omdat wij denken dat dat de meest belangrijke waarden zijn. Ik ben altijd actief geweest voor GroenLinks. En ik steun de linkse waarden absoluut nog steeds. Vooral op sociaal-economisch gebied. Maar ik denk wel dat linkse partijen wat kritischer mogen zijn op het gebied van sociaal-cultureel gebied. We hebben het nou hier gehad over de vrijheid van onderwijs. En ik denk dat wat meer secularisme bij linkse partijen mag. En daarom steun ik Vrij Links zo erg, omdat zij dat kritische geluid laten horen. Onder andere met dit soort evenementen. Voor als we het echt hebben over de scholen waar het fout gaat en waar bijzonder onderwijs en ook dat artikel 23 in de grondwet nog wordt gebruikt en wat mij betreft ook wordt misbruikt om mensen buiten te sluiten en opvattingen buiten te sluiten. Ja, zou ik ook heel praktisch zijn. Je kan een eindeloze discussie hebben over het aanpassen van de grondwet. Moet je vooral doen. Maar ik weet niet of jullie het hebben gemerkt, maar de grondwet wordt bijna nooit gewijzigd. Je moet dus echt kritisch gaan kijken naar het artikel 23, waarbij we niet het kind met het badwater weggooien. Want er zijn ook heel veel dingen die wel goed gaan, hè? En die moet je koesteren. We zijn artikel 23, zeg je. Ja, maar ja, door toch? Artikel 23, ja. Dan houden wij dat in stand. Ja. En zorgen wij dat de segregatie die je natuurlijk in wijken van zichzelf al hebt. Ik bedoel, je hebt segregatie naar inkomen, naar kleur en mensen zoeken vaak. Ja, ik vind Amsterdam wat dat betreft een slecht voorbeeld. Ik bedoel, je bent wit en je bent arm en je woont in Noord. Je bent Marokkaan en Turk en je bent arm en je woont in West. En je bent zwart en je bent arm en je woont in Zuidoost. Ja. En als je GroenLinks of D66 stemt, dan woon je in het centrum. Ja. En dat die mensen zoeken elkaar op. Volgens mij was er niemand op onze school, hè? In mijn beleving, niemand op onze school die homoseksueel was of die lesbisch was. En nee, dat kan natuurlijk helemaal niet. Nee, natuurlijk niet. Nee, die wonen allemaal in Amsterdam. Ja. Nee, die wonen allemaal in Amsterdam. Nee, bij ons, nee. Wat het probleem is van bijzonder onderwijs, is dat je niet in aanraking komt met andere ideeën, met andere werelden, met dat het anders kan. En dat je dus heel erg vereenzaamt in een club waar geen twijfel over mogelijk is over de inhoud. En als kind is dat niet gezond. En dat hij van iedereen houdt die een strijd levert voor een toekomst waarin alle kinderen vrij zijn om te worden wie ze willen zijn. Wauw, prachtig. Dankjewel, Erdal Balci. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Het was eigenlijk veel meer een open gesprek met elkaar. En ik denk dat dat ook wel het mooie is van Vrij Links. Dat je met elkaar een open gesprek kunt hebben. Dilemma's kunt voorleggen. Vrijheid kunt praten over onderwerpen. Die soms best al heel ingewikkeld zijn. En soms ook controversieel zijn. Ja, wat ik tof vind is dat het zo lukt om heel veel mensen van verschillende pluimage bij elkaar te krijgen. Om na te denken over overhoudende botsende grondrechten zich tot elkaar. En wat betekent vrijheid anno 2019 in de samenleving en wat moet je daar wel en niet voor doen? Dat vind ik super interessant. En ik lees heel vaak dingen waar ik het helemaal niet mee eens ben.
Maar ja, dat maakt het ook interessant. Want als ik alleen maar dingen wil lezen waar ik het zelf mee eens ben, dan lees ik mijn eigen tweets al terug. Ja, ik vind het heel goed dat er debat wordt gevoerd op een vrijzinnige manier. Waarbij verschillende standpunten met elkaar vergeleken worden. En soms wel eens los, dat mensen loskomen van de dogma's van links en rechts. Dat ze echt in gesprek gaan over de problemen die er zijn. En op basis van hoe ze naar de wereld kijken en wat hun waarden zijn, op zoek gaan naar oplossingen. Jong was ik. Dol op leugens en plezier met meisjes. Met het bereiken van de volwassenheid zou ik de verleidingen kunnen weerstaan. Maar nu ben ik groot en nog steeds jong. Vrij links. Je bent vrij, dames en heren, en toch links. Ik vind het wel goed dat het individu en vrijheid centraal staat. Daarom heb ik het ook vandaag als dominee Gremmert gehad over de partijdiscipline. Dat die wat minder moet zijn eigenlijk. Dat het individu in een partij ook zijn mening mag geven. Dat ze niet zo angstig worden over wat de partij ervan vindt. En dan denk je bij jezelf, ik wou dat de lijsttrekker ineens zegt wat hij zelf wil zeggen. En weg met dat witte overhemd, weg met die opgestroopte mouwen, weg met de partijdiscipline, weg met die reclametaal. Ik wil godverdomme zeggen wat ik zelf vind. Ik wil vrij zijn. Can I show you the love letter? Che ne ho bisogno come il pane. Io che la vedo nei miei figli. E nella luce spiccicata sul catrame. Grazie.